Toon, we zijn hier bij de opening van je dartschool. Gefeliciteerd ten eerste, maar we willen eerst weten hoe is het met je eigenlijk? Bij mij gaat het goed, gelukkig. Na alle ellende van afgelopen jaar gaat het nu echt supergoed. Ja. Het heeft behoorlijk lang geduurd, hè? Het is een flink traject geweest. Ja, normaal duurt het nog langer, maar omdat ik best wel sterk was daar, is het bij mij eigenlijk sneller gegaan dan bij iemand anders. Zij is tegen mij dan. Want hoe is de situatie nu? Je loopt weer, zien we? Ja, ik loop weer, ik dart weer, ik doe eigenlijk alles weer. Alleen met sommige dingen moet ik wennen, maar het is eigenlijk bijna hetzelfde. Hoe gaat het nu met jou verder? Wat kunnen we van jou verwachten? Je zegt ik kan weer lopen, ik kan ook weer op mijn been leunen. Dus, en volgens mij heb je al een paar goede toernooien achter de rug. Ja, ik heb best wel goed gespeeld. Ik mocht naar Engeland, naar de Wimbledon World Masters. Dat heb ik best goed gegooid. Nog niet optimaal, maar we zijn nu naar januari toe aan het werken. En dan wil ik Q-School gaan spelen van de PDC. Want uiteindelijk willen we jou gewoon nog een keer op dat WK zien, toch? Ja, dat wil ik zelf ook. Ik wil de eerste zijn met één been op een WK. Hè.